Welkom bij de IT Supportcast, mogelijk gemaakt door Hallo, ICT-oplossingen voor het MKB. Leuk dat je luistert. Vanaf dit seizoen filmen we deze podcast ook en zijn we te zien op het YouTube-kanaal van Hallo. Iedere aflevering praten we je op een begrijpelijke manier bij over de laatste IT-ontwikkelingen. En je krijgt praktische tips over hoe jij je IT beter kunt regelen. Want al vliegen de termen je soms om de oren, de experts die bij ons aanschuiven maken het een stuk tastbaarder voor je. Ik ben Robert-Jan van IJsseldoorn, de host van deze podcast. Van IT weet ik een beetje, maar kan ik vooral nog veel leren. En juist daarom stel ik hopelijk de vragen die ook bij jou opkomen. In deze aflevering nemen we je aan de hand van praktijkvoorbeelden mee in wat er speelt op het gebied van cybersecurity voor MKB-bedrijven. Daarvoor zit aan tafel inmiddels vriend van de show Roy. Aflevering 5 uit een reeks van zes over cybersecurity. Ben je het al beu om erover te praten? Zeker niet, nee? zeker niet. Kun nee. je hier de hele dagen over doorgaan wat jou betreft? Gooi er een kwartje in en dan uh, komt uh, zes uur uit. <laughs> nou, in het kader van gooi er een kwartje in tegenover jou zit Tony. Um, volgens mij ben, leef jij zowat voor cybersecurity. Of ben ik nu aan het overdrijven? Nou uh, laatste, uh, ja, laatste... Twee jaar inderdaad, wel ik heb ik ook echt de rol van uh, Cloud Solution Architect uh, op security bij Microsoft. Ja, dus jij werkt voor Microsoft en neem onze luisteraars en kijkers eens verder mee in wat je daar nou precies doet, zo de hele dag. Ja, Microsoft heeft natuurlijk verschillende afdelingen. Een van de afdelingen is waar we echt kijken bij de grote klanten, weet je wel, Microsoft rechtstreeks een verbinding mee heeft. Van wat daarvan mogelijkheden zijn en dat soort dingen. We hebben ook een afdeling die kijkt echt naar de partners van Microsoft. Microsoft doet heel veel zaken via partners. Een hele goede partner van is Hallo uiteraard. Kijk, dank voor het bruggetje. Ja, en dan wat je ziet is dat we eigenlijk dan kijken bij zo'n uh, partner van wat doe je wel, wat doe je niet. Mm -hmm. En met name wat doe je niet, wat zou je willen doen. als dat over security gaat, over bewijs, dat, dat is in mijn rol dan dat ik daarbij help met... Uh, ja, uh, workshops, hackathons, uh, tot dan helemaal de oplossing uitwerken. En dat is iets waar we samen met uh, Roy ook hebben gewerkt. Ja, brainstorm-sessies uh, tussen, tussen Tony en mij en nog een aantal uh, andere collega's van, van Hallo, waarin we gewoon ons gaan uh, ja, inbeelden in, in, in onze relaties en kijken waar ligt nou de behoeftes of hoe kunnen wij die relaties nou uh, helpen om, uh, om de juiste... Uh, ja, diensten te leveren. Ja, dus jullie gaan er wel weer wat jaartjes terug. Ja, ook dat. Ja, 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 ja. ja, ook, uh, ja zeker. Wat ik zelf leuk vind om te zien... is dat Microsoft, een grote organisatie... klinkt als veel afstand... maar in de praktijk is dat dus totaal niet zo. Nee hoor. We, we, we mailen, bellen... komen heel makkelijk bij elkaar op de koffie. Meestal dan wel bij Microsoft. Dus nee, het is heel makkelijk om uh, als partner ja. dan contact Te leggen met, uh, met bijvoorbeeld Tony en, uh, en gewoon even uh, aan tafel te brainstormen over de over van alles en nog wat zonder maar lekker management cliché op te plakken, korte lijntjes. Zeker, ja. Laten we beginnen deze aflevering met een stelling en dan mag jij dadelijk als eerst reageren, Tony. Als je als MKB-organisatie het slachtoffer bent van een ransomware-aanval, kun je daar maar beter over zwijgen. Ja. Nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik denk dat het juist heel belangrijk is om juist wel te delen. Um, om zo ook lering te trekken uit wat er gebeurd is, hoe het gebeurd is. En ook uh, daar anderen wellicht voor te behoeden. Ja, dus delen met de buitenwereld heb jij het nu over, hè? Ja, de, uh, los van het feit dat het natuurlijk ook verplicht is. Want op het moment dat je natuurlijk echt een dataverlies hebt en dergelijke zo, dan zul je dat ook moeten melden. En zul je ook moeten kijken van wat er gelekt is en wat de impact daarvan is. In ieder geval zul je je klanten moeten informeren is het geen vorm van zwakte als je als organisatie dat naar buiten brengt. Ja, het alternatief is zwijgen en dat het dan via de achterdeur bekend wordt. Dat je dan heb je een veel groter probleem denk ik. Ja, dus je moet je klant op de hoogte stellen en gaat het via klanten ja. uitlekken dan. Uh dan sta je niet te boek als betrouwbare organisatie. Nou, sterker nog, kijk, wat je ook natuurlijk ziet, is dat op zo'n moment, als een organisatie gehackt wordt en de gegevens worden daaruit gehaald, dan zie je dat dat gegevens gelijk worden gebruikt, eigenlijk voor de volgende aanvallen. Dus ik ga dan met de gegevens die ik buiten heb gemaakt, ga ik een unieke uh, aanval plannen. En die ga ik dan bijvoorbeeld naar de klanten van die organisatie doen. Een voorbeeld daarvan is, ik had een transportbedrijf dat was gehackt. Hun gegevens waren gelekt. En wat er dus gebeurd is, ze hebben dus naar al hun klanten een bericht gestuurd. vanuit het transportbedrijf. Van hé, hey, we probeerden een groot pakket bij jullie af te leveren. Dat is niet gelukt. Wil je even dit Word-document invullen? Wanneer het voor jullie schikt. Nou, het komt van een bedrijf waarmee ik zaken doe. De adressen waar ze probeerden aan te leveren, die kloppen. Uh, ja, dan voelt het allemaal vertrouwd. Dus ja, je opent ja. het Word-document en boom. Gelijk heb je dus een vulnerability die daar crypto-ransomware uh, op actief maakt. Uh, ja, dus daarom moet je direct eigenlijk je klant ook informeren van dit en dit is gebeurd. Let even op wat er gebeurt. Als je communicatie krijgt over ja, ons bedrijf, uh, over wat, wat wij met jullie voor zaken, relatie, belasting ofzo. Ja, dat kan gewoon een aanvalsfactor zijn. Jij zegt nu een term, voor mij nieuw, crypto ransomware. Ja, dus, dus ransomware, crypto aanval, ja, het is een beetje dubbel. Ja, 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 ja. Nee, maar wat houdt het in dan? Het houdt in dat ze zeggen je bestanden encrypted worden. Mm -hmm. En dat je dus nergens meer bij kunt. En dan wordt er losgeld gevraagd om het te, te, ja, om, om weer bij je data te mogen. Dus als organisatie heb je dan de keuze van oké, okay, heb ik een backup? Is die backup ook encrypted of niet encrypted? Heb ik dat goed ingeregeld? Als het ook in, je backup ook encrypted is, en dat soort. Dan moet je kijken, oké, okay, hoe lang kan ik, moet ik dan teruggaan in een backup die dan niet encrypted is? ja en hoe, Wat je veel ziet is dat het heel snel een economisch... Het is geen uh, technisch probleem op een gegeven moment, nee. maar het is echt een economisch probleem waarbij gewoon de CEO zegt en de CFO zegt gewoon van oké, okay, wat kost het om terug te gaan in de tijd na zo lang terug of om alles opnieuw op te bouwen en noem maar op. Ja, en het losgeld is dat. Ja, sorry, dan betaal je losgeld maar. Ja, wat je ook daarbij ziet, hè, want uh, steeds meer organisaties hebben een goede backup, mm -hmm. is dat de aanvallers ook nog vooraf even alle data exporteren. Mocht je een backup terugzetten, dat ze alsnog kunnen aangeven, betalen, anders exposen we dus alle, is, alle ja, informatie. Ja, ja, dus eigenlijk, het is bijna... Hoe beter jij het als organisatie doet... hoe beter die cybercriminelen weer moeten gaan presteren. Het blijft een kat-en-muis ja, spel. Ja, ja. Aanvallers zullen continu nieuwe, nieuwe technieken en mogelijkheden uh, bedenken... Om, om ervoor te zorgen dat ze, uh, ja, hun, hun business blijft, uh, blijft bestaan. Ja, daar nou, gaan we dadelijk wat verder op in. Hè? Maar waar ik ook nog nieuwsgierig naar ben... Um, we hadden het erover, hè, de stelling van als je het slachtoffer bent van een cyberaanval... Kun je daar maar beter over zwijgen? Nou, het antwoord is volmondig. Praat erover, deel het, want uh, alleen al voor de risico's die het jouw klanten kan opleveren. Um, is er nou nog een andere reden om erover te praten? Bijvoorbeeld om organisaties te helpen slimmer te worden? Ik denk dat, je, dat, je, dat we gezamenlijk sterker zijn. Dus, dus zeker als je als organisatie getroffen wordt en, en daarover communiceert, kunnen andere organisaties. Daar weer van, van leren. Ja. En, en zorgen ja, dat, dat we met z'n allen, want we moeten het samen doen, uh, sterker worden tegen, tegen aanvallen van buitenaf. Um, als we nu even die blik naar binnen doen, hoe ga je dan om met interne communicatie als er zo'n aanval is geweest? Moet je daar iedereen binnen je organisatie bij betrekken? Formuleer je een kernteam dat zich daarmee bezighoudt? Hoe pak je dat aan? Je hebt een, hopelijk een disaster recovery plan liggen. Dus een, een plan. Klaar liggen en, en communicatie is daar een heel belangrijk onderdeel van. Net als wie mag beslissingen maken mm. over geld. Mm. En je zal ook je interne collega's of je collega's moeten informeren. Anders gaat iedereen de service desk bellen. Mijn computer doet het niet. En is de service desk alleen maar bezig met telefoontjes beantwoorden. Ja, ja. Dus je zal daar wel duidelijke communicatie over moeten opstellen. Niet alleen wie communiceert met wie, maar ook wanneer communiceer ik weer met je. Ja. En ook al heb dat ik staat niks in een disaster recovery plan. Dat, dat is een onderdeel van ja. een disaster recovery plan. Daar gaan we de volgende aflevering uitgebreider over hebben. Um, eventjes terug hè, naar, naar het wel of niet uit durven komen voordat je aangevallen bent. Um, weten jullie of het vaak voorkomt dat er aanvallen zijn dat bedrijven daar niks over zeggen? We moeten natuurlijk, hè, dit, als er niks gezegd wordt, komt het ook niet altijd uit. Nee, de eigenschap natuurlijk is dat je dat uiteindelijk niet uh, uh, hoort dan ook. Nee, nee. Nee. Nou ja, maar jij gaf net aan het kan via allerlei manieren naar buiten komen. Nee, dat klopt Ja, ja, ja. ja precies. Maar ja. dan komt het inderdaad naar buiten via de via de volgende aanval of zo. Ja. Ja. Wat je wel merkt, is dat wegens social media en, en internet en alles. De, de meldingen over bedrijven die gehackt zijn, komen, worden steeds vaker gepubliceerd op, op diverse sites. En daarnaast is er natuurlijk ook tegenwoordig de, de, de meldplicht als je een datalek hebt. En bij wie moet je dan melden? Bijvoorbeeld bij de autoriteit persoonsgegevens als het om persoonsgegevens gaat. Ja, ja. Hey, en we hebben het nu over een daadwerkelijke aanval. Ik kan me voorstellen dat het nog veel vaker voorkomt dat er een bepaald risico is, een cyberrisico. Hoe ga je daar dan mee om? Als je met name in de NIS 2.0, de nieuwe regelgeving van de directeur direct van de ja. EU, waar jullie in podcasten, ja, ook een podcast ook Een van de vorige afleveringen. Ja, precies, je het ook over gehad. Hè? Maar daar zie je natuurlijk ook in dat als je onder NIS 2.0 valt. of je levert aan bedrijven die onder NIS 2.0 valt. dan wordt er ook natuurlijk naar gekeken naar de risico's daarvan. Zeg maar dat daar ook echt in staat dat wanneer jij een vulnerability hebt uh, ontdekt, of je hebt een uh, aanval. Dat je daar ook melding van moet maken, met ook daarbij dat dus de kans bestaat dat de autoriteit zegt van ja, dit is zo dadelijk belangrijk dat je dit echt openbaar moet maken. Dus ook daarbij zie je die, die plicht ook bijkomen. Ja, dus ook zelfs bij kwetsbaarheden, bij risico, ja. risico's kun je het al beter melden. Ja. ja, ja. En dan is het misschien ook nog een stuk logischer om te melden omdat het nog niet zo ver is. Hè? Het is nog niet tot een aanval overgegaan. Ja. ja. hey en zijn er nou, uh, is er een bepaald type MKB bedrijf dat extra kwetsbaar is voor cyberaanvallen. Extra kwetsbaar. Ik denk dat iedereen die werkt met IT en informatie dat die in de potentie kwetsbaar kan zijn. Is dat tegenwoordig ook iedereen? Ik ken geen bedrijven die geen gebruik maken van IT. Ik weet niet of een van jullie ze nog kent. Iemand op <laughs> nee, de typemachine nee. zit of zo. Netz de, de kassa van de bankker eh, om de hoek. Eh, daar komt al IT bij om de hoek. Ja, iedereen is, denk ik, uh, maakt gebruik van IT-systemen, heeft daar informatie in staan. En ja, zet je het online. Zet je, ja. zet je al je informatie van je organisatie. Is die openbaar? Of zou je het fijn vinden als die openbaar komt? Of zou je het überhaupt fijn vinden? Als, jou, als jouw systemen dermate beschadigd zijn door bijvoorbeeld ransomware, dat je ze niet meer kan gebruiken. Heeft dat impact op je organisatie? Ik denk dat in alle gevallen het antwoord ja is. Ja. En in het geval van zo'n van zo risico of een aanval, Tony, wat is dan de rol vanuit Microsoft? Ja, bij Microsoft kijk ik natuurlijk heel erg naar de, de met name naar de rol om mensen heel erg te informeren van wat risico's zijn. Dus elke cloudomgeving van Microsoft bijvoorbeeld heeft een, uh, een indexcijfer, dat noemen we de Microsoft Secure Score. Microsoft Secure Score zegt eigenlijk van ja, jouw score is noem maar iets, 30% of 50% werkelijk of zo, met er onder allerlei aanbevelingen. Dus we proberen zoveel mogelijk mensen wel te informeren over van hoe ze hun beveiliging naar een hoger niveau kunnen tillen en welke stappen ze daarvoor moeten doen. Maar goed, we hebben natuurlijk ook heel veel bedrijven die nog een stuk legacy hebben. Ja, en dan wordt het heel complex. Hè. ICT natuurlijk is ook tegenwoordig heel complex. Je hebt alle systemen die met elkaar verbinden. Uh, systemen die je niet kunt bijwerken vanwege de software die daar nog op staat en dergelijke. En dus daarmee vergroot je elke keer weer het, uh, het risico daar... van ja, de organisatie. Zo, dat kun je ja. niet updaten. Nou, bijvoorbeeld die situaties bestaan. En daarmee neem je dus heel wel een heel groot risico. Want als jij nog een oude server hebt draaien waar geen updates meer voor komen, waar geen beveiligingspatches uh, meer voor zijn, en dat op een niveau zit dat je het ook niet meer kunt beveiligen tegen de aanvallen van vandaag de dag, ja, dan zie je dat zo'n systeem natuurlijk extra kwetsbaar is. Je kan zo overgenomen worden. Ja, dus dan moet je echt wel gaan kijken hè, van, hey, wat moeten we met dat systeem vanuit een beveiligingsoogpunt, terwijl het functioneel oogpunt zo, ja, maar dat draait het oude systeem voor ons logistiek proces en dat doet het. En dan moet je niet aankomen, want uh, weet je, dan stopt ja. het logistiek proces. Ja, dat, dat is, is precies. Gedachte, hè? Ja, dat ja. is absoluut de gedachte, weet je. En dat is natuurlijk het nadeel van dat soort systemen. Uh, de mensen die het gemaakt hebben, die zijn er niet meer. Uh, niemand weet eigenlijk meer hoe het gemaakt is, uh, waar het aan verbonden is. Je weet, je weet wel dat als je dit uh, uitzet, dan werkt dat niet meer. Weet je? Dat ja. is dingen wat men door schade schade ja. heeft ondervonden. Ja, 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 ja. Dus ja, in die zin denk ik dat je heel erg moet kijken naar van. Hè, dus ik ben met Roy eens gewoon. Elke organisatie loopt een risico, weet je, want het is uiteindelijk het kat-en-muisspel. Dus continu worden geprobeerd op nieuwe manieren, op nieuwe technieken, nieuwe e-mails, nieuwe variaties. Proberen we natuurlijk te uh, kijken of we toegang te kunnen krijgen tot, tot uh, gebruikersaccounts, ja. tot systemen. En daarvanuit gaan we dan verder met onze aanval. En ook die dingen zijn volledig gescript en dan moet je ook geen. Luzie over hebben van, oh, mijn bedrijf is te klein. Nee, ze oh, gaan, ze gaan niet, je niet specifiek targeten. Maar, ik, ik ben helemaal niet relevant, nee. ik heb helemaal niks. Oh, ze mogen al mijn data zo hebben. Ja, dat ga je toch wel anders overdenken... ...als als je al je schermen gewoon op rood staan met... ...je moet nu betalen om nog met je computers te kunnen doen. En dan denk je, ja, oké, okay, nu kan er inderdaad gewoon... Hè, mijn, mijn, ...mijn vijf mensen die hier werken, de tien of de twintig, dertig mensen die hier werken... ...kunnen nu gewoon in één keer niks meer... Ja, de telefoon gaat, als je geluk hebt nog. Maar soms valt die ook al helemaal Tegenwoordig uit. Tegenwoordig ook al VoIP, hè? Ja dus, ja, ja, dus dan zit je in één keer in een situatie dat je... Je bent telefoon niet bereikbaar, je systemen doen het niet, je kan niks. Je kan echt helemaal niks, weet je. En dat is gewoon echt natuurlijk een vreselijk scenario. Ja, je hebt ook die, die, die blind spot, hè. Wat, wat Tony al zei, sommige systemen kan je niet meer updaten. Maar soms blijft het online voor archief. Dat is toch wel makkelijk als je het als archief hebt. En dan nemen ze die beveiligingsmaatregelen ook niet, of, of het is een archiefsysteem, dus die kunnen ze buiten de scope houden. Maar die heeft toch nog connecties met de lijfomgeving. En dan komen ze via dat systeem binnen in je oude omgeving. Dus het is heel belangrijk om, om je hele omgeving in kaart te brengen. Ja, ja. ja. en dat is een hele goeie, want dat is ook echt de visie van Microsoft. We hebben echt een visie die heet zero trust. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon zegt van joh, alle componenten in je organisatie. Daarvoor moet je gewoon informatie van kunnen krijgen en, en dat combineren met elkaar. Dus wat bedrijven we zeggen een antiviruspakket hebben en ze hebben een pakket wat kijkt naar van wat voor inlogpogingen er zijn of hè, welke accounts gebruikt worden dergelijke en je hebt nog een pakket voor je anti phishing e-mailtjes dergelijke, maar je hebt geen software die die informatie ook weer aan elkaar knoopt, dan kun je dus zeggen oh ik heb hier wat meldingen van malware, oh ik zie hier wat inlogpogingen, maar als je geen pakket hebt die dat aan elkaar bindt, dan kun je ook zeggen, nooit zeggen van Wacht even, die zijn aan elkaar gerelateerd. Dit is een bekend aanvalspatroon van deze hacker-community. Ja, kijk, dus je hebt uiteindelijk gewoon software nodig die ook jouw, al jouw data bij elkaar brengt. En als je dan een bepaald onderdeel van jouw organisatie niet inzichtelijk hebt, dan is dat een blinde vlek. En bijvoorbeeld, een voorbeeld van is daarvan is OT, Operational Technology. Ja, met name de bedrijven die dus echt productie draaien, die een fabriekshal hebben of die daar automation hebben met lopende banden, motoren, dus pompen. Ieder, ieder maakbedrijf in principe. Ja, ieder ja. maakbedrijf. Ja. Die hebben allemaal alle, alles wat proces is, waarbij je gewoon zegt, joh, hier gaat een, een product in en dat gaat door een proces in en dan wordt het in dat, in dat proces wordt het naar een ander product gemaakt, zeg maar. Als een aanvaller die omgeving overneemt, en die aanval hebben we ook al gezien, waarbij het los geld niet zozeer gaat om, jij ja, kan niet bij je computer. Nee, ik heb een veel betere jackpot <laughs> gevonden. Ik bedien jouw volledige fabriek nu. En dan gaat het echt over van ja, wij vragen nu los geld en zo niet. Dan zetten we alle pompen, motoren, lopende banden op drie keer de snelheid die ze kunnen. Ja, en alles draait in de soep. Nou weet je, dat kun je natuurlijk. Maar dan betaal je wel los geld. Ja, je hebt, ja dat, moet je, dat, dat kun je voorstellen. De enige optie die je hebt is gewoon van ja, ik wil mijn fabriek niet in de soep laten draaien. De kosten daarvan loopt in de miljoenen. Meteen. Weet je, dan kun je gewoon op je vingers natellen. Hoe klein je fabriek ook is. Maar als je naar films kijkt hè, en, met, en je hebt echt een gijzelaar en een gijzel nemen... dan is altijd vanuit de politie nooit los geld betalen. Nee. Als we dat nou eens doorvertalen naar een ransomware-aanval, is het dan geld dan ook nooit los geld betalen, want anders stimuleer je dit alleen maar. Het is natuurlijk een, een, uh, veelal een industrie, hè? Dus, dus gewoon een, een echte business waarin uh, flink geld wordt verdiend. Ik denk dat de business nog groter is dan, dan wij misschien met z'n allen uh, bedenken. Al heb je natuurlijk ook altijd uh, uh, andere uh, uh, methodes... Hmm. om bijvoorbeeld gewoon schade aan te richten. Uh, we hebben natuurlijk de, de, de oorlog, Rusland-Oekraïne. Nou, daar komen ook aanvallen uit. En dat is niet voor los geld, maar dat is gewoon he, het downleggen van diensten of producten of, of bedrijven. Ja, dat is echt cyberoorlog voeren zelfs. Ja, ja, dus het wordt op meerdere manieren ingezet. En dan hebben we natuurlijk nog de, ja, de, de, de hackers die het voor de lol doen en gewoon uh, bedrijven downloaden. Dus je hebt meerdere ja, beweegredenen hmm. om, een, uh, om een aanval te krijgen. En, uh, ja, maar het verdienen van, er, er zit een heel groot verdienmodel achter. Ja, ik denk ja. ook dat, je echt, dat dat de grootste eye-open was voor veel klanten die ik spreek. Of bij presentaties die we doen, zodat je de klanten echt naderaf af je toe kom, joh, Ik had echt geen idee dat het zo'n industrie was. Waar echt miljarden in omgaan, zou ik zeggen. Dus je ziet op dat moment dat men... Dus je hebt de game-industrie, de, de film-industrie, maar ook de hack-industrie. Ja, en die, die hack-industrie, moet je je voorstellen, dat is zo groot... dat het echt zijn bedrijven gespecialiseerd op initial access brokers. Dat is een bedrijf. Wat alleen maar zorgt voor de eerste toegang. Dus die doen alleen maar gewoon phishing aanvallen, proberen op systemen in te breken en die verzamelen die gegevens. Daar doen ze helemaal niks mee, daar maken ze een mooie bundel van. Dan dus zeggen ze, ik heb er 5000, wie biedt? Nou, dan komt een ander bedrijf, koopt dat over. En die zegt dan, oké, okay, wat kunnen we met deze gegevens? En die gaan bijvoorbeeld data-exfiltratie doen of die gaan encryptie doen. Net wat je bedrijven die doen ransomware as a service. Die hebben gewoon echt die, we nemen die omgeving over. Die doen de volledige encryptie ervan. zet het scherm op rood met u moet losgeld betalen. Maar als u dat niet weet of begrijpt het niet, geen probleem. Dit is de telefoon van de helpdesk. Er zit een hele helpdesk achter. Als je zegt, maar, ik weet niet hoe ik kan twee ton aan bitcoins moet kopen, geen probleem. Hebben hebben de financiële afdeling, weet je. Dus het gaat, wat dat betreft, is het zo'n industrie. Dus als je terugkomt naar je vraag van, ja, moeten mensen losgeld betalen, luister heel simpel. Als vanaf morgen niemand meer losgeld betaalt dan stort deze hele industrie om... want dan is er geen geld meer te verdienen. Ja, maar dus dat is natuurlijk waar de hele NIS en alles ook ja. over gaat. Van joh, zorg dat je beveiliging op orde is... dat je risico's beperkt zijn... zodat je niet in een situatie komt... dat jij wordt gevraagd om los geld te betalen. Zorg dat je terug kan. Ja, ja. en dan kun je gewoon zeggen... bedankt voor je melding van het ransomware. Ik gooi de knop om en... Een uur later, twee uur later, drie uur later, boem zijn we up and running. Gaan we kijken hoe je binnenkwam en dan blokkeren we die deur ook. En dan kunnen we gewoon verder. Maar ik denk wel dat je, ja, weet je, dat het echt een hele economische afweging is voor bedrijven. Van, ja, weet je, de downtime, de, de ja. hoeveel tijd dat het kost om te restoren... en dat soort dingen. Ook al heb je het in orde, kan vaak nog steeds veel duurder zijn dan gewoon het losgeld betalen. En daarvoor zijn die testen ook vooraf. Ja. Hoe lang ben je down en hoeveel data verlies je in een worst case scenario? Die zijn van tevoren belangrijk om te weten, want dan kan je daar eventueel in een rustig tijdsbestek nog over hmm. nadenken. Als dat gebeurt, nou, dan moet ik een andere techniek gaan gebruiken of misschien een systeem daarnaast gaan zetten dat je, zoals Tony zegt, de knop omdraait. Want die kosten vind ja. ik dan interessanter dan, ja. dan het andere maar scenario. Ik denk dat we tegelijkertijd mogen we ook concluderen dat het een utopie is dat er geen bedrijf meer is dat losgeld gaat betalen. Nee, zeker niet. Zeker niet. Er dus bedrijven, de economische. Kijk, de aanvallers gaan natuurlijk ook specifiek op zoek naar bedrijven die het niet in orde hebben. Waar je inderdaad het zo goed mogelijk lam kunt leggen. Want dan is de kans op het losgeld het grootste ja. natuurlijk. Dus ik heb geen enkel interesse in een bedrijf wat al heel moeilijk is om binnen te komen. Wat al heel veel uh, blokkades oplegt. Dat al mijn poging om uh, uh, software te starten die. Uh, elevation van mijn privilege, waarbij ik mijn rechten wil verhogen, die dat gelijk allemaal blokkeren, weet je wel, dan weet je al dat er gewoon echt software op draait die van, ja oké, okay, hier hebben ze gewoon echt goed in orde. En een voorbeeld daarvan is je hebt een tool die heet uh, Mimikatz. Mm. Uh, dat is een stuk software wat men op een apparaat zet en daarmee gaan ze dus credentials uh, ophalen en dat weer gebruiken voor naar de volgende machine te gaan. Kijk, als je al zorgt dat die tool niet kan draaien, dat die al meteen gedetecteerd wordt en dat soort dingen, ja dan, dan maak je extra barrière voor voor die aanvallers. Dus ja, dat is heel belangrijk dat je echt je dingen goed hoort. Zorg dat je inzicht hebt. Zorg dat je monitoring hebt. En zorg dat je alarmen goed hebt. Dat je ja. meteen de bellen afgaat. Als iemand op zo'n. Uh, het is net als, trapt. Uh, net als in uh, de eerste of de tweede podcast. dat we gezegd van ja. Een inbreker loopt in de straat. Loopt langs de huizen. Waar staan de ramen, deuren open? En die zullen waar de ramen, deuren dicht staan. Een alarm, een hond en een bewaker misschien voor de deur. Die zullen ze waarschijnlijk overslaan. Tenzij het echt een, een, een gerichte. Nation-state-aanval of iets, mm -hmm. uh, iets woord. Maar anders dan zullen ze liever naar de, de buurman of buurvrouw gaan, die wel de ramendeuren open ja, heeft ja, staan. Ja, ja. Ja, geloof, ja, geloof me dat de ASML echt wel beveiligers is en alles voor de deur heeft staan. Ja. Ja. Maar dat daar ja, gewoon dat geen een niet. enkel ja. bezwaar is om gewoon zoveel mogelijk te beuken. Weet je? Ja, dus, uh, ja. ja En Lijkt met grof geweld. Ja. ja, de ASML is natuurlijk, als je kijkt, een hele. Uh, de hele situatie ja, nu ook met China, of, of, heel snel. Precies. Dat is bizar situatie, natuurlijk. Dat ja. soort dingen die zitten in zo'n... Dat zingen we maar niet ASML alleen ze Maar ook alle toeleveranciers. Want ook daarbij zie je dat men denkt van... Hmm, ADSML is heel goed beveiligd. Welke toeleverancier niet? En dan ga je op die manier ga je proberen binnen te komen. En dat is natuurlijk ook de keten daarin. is ook echt een ja, hele nieuwe aan. Dus je chain. En daar hebben ze ook in de NIS 2 natuurlijk het over. Als ja. jij levert aan. Hoe vaak hebben we uh, een supply chain in het verleden niet gehad... waarbij een toeleverancier werd gehackt... en via die manier naar de, de, ja, de grote diensten of ja, organisaties... Zo, zo is er ook ineens een flink aantal MKB-organisaties... dat ineens in die loop komt uh, met, met een groot risicoprofiel. Ja. En hey, nu hebben we in deze reeks over cybersecurity... best al een aantal manieren van aanvallen uitgelicht... Um, Zien jullie bij Microsoft, Tony, nou nog nieuwe manieren waarop bedrijven worden aangevallen? Ja, absoluut. Je ziet natuurlijk continu dat de aanvallers weer nieuwe manieren vinden om uh, uh, daar toch uh, ja, uh, geld te verdienen of kijken van wat ze kunnen doen. Ook al is het alleen maar schadebrok, want je kunt natuurlijk op een gegeven moment ook denken van, ja, wat levert ze deze aanval nou op? En wat jij net al zei, Roy, ook, ja, weet je, zo'n Rusland vindt ons een onvriendelijk land. En als je daar schade berokkent, prima. Weet je, kloppen op je rug en uh, medaille op je borst en, uh, en, en weer door. Weet je, dat is natuurlijk een hele andere situatie. Een aanval die we op dit moment heel erg zien, en dat is niet alleen bij Microsoft, maar dat zie je bij eigenlijk alle grote cloud-spelers. Dus dat uh, zie je bij de Google Cloud, bij de Amazon Web Services Cloud, bij de Azure Cloud van Microsoft. Is dat aanvallers proberen accounts te krijgen waarbij ze kunnen inloggen op je cloud-omgeving. Dan, als ze daar niet voldoende recht hebben, te zorgen dat ze hun recht natuurlijk dan verhogen, aanpassen en dat zingen. Dan, als ze die juiste recht hebben op die cloudomgeving, dan gaan ze als eerste alles afsluiten, alle monitoring uitzetten... en alles wat er draait, laten ze gewoon draaien. En wat ze dan gaan doen, is dat ze dus zoveel mogelijk... virtuele machines gaan opstarten, waarmee ze gaan crypto-minen. Dat zijn dure virtuele machines, want we proberen de virtuele machines... met een zogenoemde GPU, een grafische processor, erbij te pakken. En die kunnen zijn prima voor crypto-mining. Het is natuurlijk helemaal niet ja, lucratief om crypto-mining te doen... met VM's op de cloud. We hebben tot een voorwaarde ook staan, dat dat ook helemaal niet mag... Ja, als je de rekening natuurlijk niet hoeft op te pakken, weet je... je krijgt een paar honderd euro, toch weer mooi meegenomen. Maar we hebben klanten gewoon met rekeningen die echt gewoon... ja, dat loopt echt in de miljoenen af en toe. Per also, maand? Per maand, ja. Ja, ja. Vanaf dat die eerste rekening binnenkomt? Ja, bij de eerste uh, rekening dan zie je wel van... wacht even, wat? Weet je, nou, die situatie wil je voorkomen. Dus het is heel belangrijk dat je je cloud-omgeving... nogmaals, niet alleen Microsoft, maar ook je Google, je Amazon... zorg dat je de omgevingen echt goed beveiligt. En dan bedraag ik over... je hebt multifactor authenticatie... Maar dan heb ik het over specifiek zorg voor dat de hoofdaccounts zijn beschermd met uh, phishing-resistant multi-factor authentication. Dus je wat hebt dat je, he? nou je hebt dus je authenticator-app of je hebt een SMS of dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen die men op zich wel kan omzeilen, weet je. Um, wat je hebt met phishing-resistant MFA's dat je gebruik maakt met een stuk hardware. Dus dat betekent of je hebt een laptop met Windows Hello. Daar zit een uh, trusted platform module chip in. Daar zitten je Sleutels om zitten in de chip. Je hebt FIDO keys, dat zijn kleine USB-tokens waarin een stukje hardware zit en dan zitten die sleutels daarin. Of je hebt smartcards. En als je een van die drie gebruikt, dan kan dat ook niet onderschept worden door middel van een man-in-the-middle attack. En wat men heel veel ziet nu aanvallen, is dat men dus phishing-e-mails stuurt en dan klik je op die phishing-e-mail en dan wordt er dus een man-in-the-middle attack gedaan. Wat dat betekent, is dat er gewoon namens jou naar de portaal wordt gegaan waar je naartoe wil. En dat kan van alles zijn. Dus niet alleen Microsoft, maar ook je uh, ja, Facebook, uh, noem maar op, je nee. social media accounts, uh, whatever. Uh, en je ziet dan me zeggen dat je gewoon perfect de inlogpagina krijgt zoals je die gewend bent. Het is dus niet een of andere, weet je, slecht ontworpen website die denkt van, nou oké, okay, dit, dit ziet er echt niet heel nee. erg vertrouwd aan met zo'n zo schuin geknipt logo. Dat je al ziet van, nou, dit klopt gewoon niet, weet je. Het ziet er echt helemaal uit zoals je gewend bent. Dus als je bijvoorbeeld Office 365, je eigen achtergrond hebt, je eigen logo's, alles, zo zie jij het ook. Je logt in en dan de aanvallen onderscheppen van de man in de middel. Niet alleen je username en je password in clear text, maar ook een token van bijvoorbeeld multifactor authenticatie. En daarmee hebben dan ze... Dat is die omzeild. Dan heb je volledig geautomatiseerd, met dat ze die token hebben, volledig geautomatiseerd, log in op de omgeving, dan gaan ze kijken in jouw mailbox, wil je zou uh, mogelijk meer rechten hebben. Kijk eens naar die persoon, waar e-mail jij over? En dan stuur je die persoon gewoon een e-mail met van. hé, hey, um, nog even over deze klant of over deze case of over dit situatie. Kan je me daar wat meer informatie verstrekken? En dan een link naar een. Ik heb een document gedeeld, maar die link is dan weer een volgende phishing-aanval waarbij ik. De volgende credentials probeert te harvesten. En zo gaan we heel snel door zijn omgeving heen. Want ook daarbij zie je weer de e-mail komt van mijn collega over een onderwerp waarvan we het eerder over hebben gehad. Of een klant waar we, we samenwerken. Dus het is ja, alle dingen denken gewoon, ja, het ziet er goed uit, het kent die persoon, het onderwerp ja. klopt. Dus je klikt. En dat ja, is het. Wat ook zou kunnen helpen. Of kunnen bijdragen aan een veilige omgeving, is uh, Just-in-Time en privilege Identity Manager, dat je standaard als gebruiker niet de verhoogde rechten heet, hebt, maar dat een andere gebruiker moet goedkeuren okay. voordat jij verhoogde uh, toegang krijgt tot, ja. tot, de, tot de systemen. Dus dan heb je zeg maar een vier-ogen-principe toegepast. Ja, de twee launch keys eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ook al leggen jullie het nu heel duidelijk uit. Het gaat me toch wel een beetje duizelen. Ik kan me voorstellen ja. dat voor, voor luisteraars en kijkers van ons, dat dat Zeker. ook wel kan gelden. Hè? Ja, en maar. in principe heb je dit uitbesteed aan. Nou, dat wou ik IT. zeggen. Ja, ja, ja. Nee, dat wilde ik zeggen. Hè. <laughs> ja, dus dan, ja, ja, ja. als je het goed geregeld hebt, dan hoef je er zelf dat niet... te doen. Dat zo is wel partner. een heel belangrijk punt. Want ik denk dat heel veel MKB-partners blind vertrouwen op hun ICT-partner. En gewoon zeggen van ja, ik leg het vertrouwen daar neer. Als er dan iets gebeurt dan Is die persoon ook die partij? Is ook de gebeten hond ineens? Want ja, nee, ik had mijn volledige vertrouwen in en nu is dat vertrouwen, ja is, is niet, ja, is niet duidelijk. Het is niet zoals wat ik verwacht had. Ze hem zeggen: uh, Ik geef die partij de schuld en dan krijg je daar het dus is, kosten, rechtszaken, allerlei ellende over. Dus. Dit het is altijd wel een samenwerking. Maar ik denk, als je als organisatie bijvoorbeeld de simpele vragen uh, stelt: hè, werkt mijn backup, hoe lang duurt het voordat die? Uh, terug ben, hmm. voordat ik live ben, hoeveel dataverlies heb ik, en welke beveiliging, ik heb diensten koop je tegenwoordig heel vaak in, maar wat zijn nou de afspraken over SLA's, over backups, et cetera, het zijn een paar simpele vragen, maar stel die en neem, want tuurlijk, een, een partner heeft daar een verantwoordelijkheid in, maar jij bent uiteindelijk als, als directie of eigenaar verantwoordelijk voor de werking van jouw bedrijf, dus jij zal dat ook in je organisatie moeten opnemen van nee, laten we uh, ICT en ook security in strategisch overleg opnemen en vraag het je continu want misschien dat je vandaag beslist het is veilig maar morgen kan het weer een hele andere wereld zijn dus het continu beoordelen ook als organisatie zelf is gewoon belangrijk maar als we even terug gaan naar het redelijk uh, heftige voorbeeld wat jij deelde hè, van je krijgt ineens aan het einde van de maand een rekening van nou, die de miljoenen euro overschrijdt. Mm -hmm. um, en je klopt aan bij Microsoft of bij je IT-partner. Wat, uh, wat zeggen jullie dan? We, we hebben daar processen voor natuurlijk. Dan gaan we gewoon kijken van oké, okay, wat is er precies gebeurd? Maar ook hierbij krijg je ook weer een, een, een discussie eigenlijk over de verantwoordelijkheid. Want wij leveren een dienst waarbij je die dingen kunt aanzetten. Maar we leveren wel daarbij in de voorwaarden staat van dat jij verantwoordelijk bent om dan te beperken de, de dienst tot mm. degene wat je echt nodig hebt. Hè? Dus jij bent verantwoordelijk voor de beveiliging. En als jij dus op een gegeven moment zegt van, het is een heel mooi voorbeeld, stel je voor we gaan op stap. We gaan naar de kroeg toe en ik leg daar uh, mijn, zeg uh, schrijf even voor mij, uh, schrijf maar even op een bonnetje, leg maar achter de bar. En ik ga, de vol ik ga naar huis, de volgende dag kom ik aan en zeg nou, uh, ik moet misschien even een bonnetje afrekenen. Ja, een bonnetje is uh, 10.000 euro. 10.000 euro, zo heb ik niet gedronken. Ja, jij zei, leg je bonnetje mag bouwen, weet je wel. Dus ik ga niet controleren wie daar wat opschrijft natuurlijk. Dus je ziet uiteindelijk dat bij dit soort situaties... je heel erg krijgt van, bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Wij gaan in eerste instantie zeggen van, ja... wij hebben een voorwaarde staan, jij de beveiliging doet. Als jij de beveiliging niet doet, waarom moeten wij dan nu zeggen... oh nee, we schelden dat geld kwijt, weet je wel. Dus je krijgt sowieso een discussie erover. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Want daar ook heel erg aan het kijken zijn we, joh... He, zorg ervoor nou voor dat je beveiliging goed op orde hebt. Want wat je natuurlijk veel ziet, is dat ook organisaties die deze cloudomgeving hebben, vaker zijn het lege cloudomgeving, Er zit helemaal niks in. Dan zeg je, ja, waarom zit er geen MFA op? Ja, er zit niks in. Ze, komen toch, ze kunnen, vallen, kunnen helemaal niks te halen, ja, maar nu komen ze iets brengen. He, en dat is weer een heel nieuw scenario. Ja, ja. So, maar ik kan me voorstellen dat er heel wat organisaties daar ook nog nooit over hebben nagedacht. Nee, nee precies. En datzelfde dat zel, geldt over zo'n disaster recovery plan, wat jij er straks al noemde. Hè? Ik vind het zo bijzonder, want als ik met klanten erover praat, dan zeg ik van, als ik roep brand, dan weet iedereen wat ik bedoel. En daar hebben we allemaal een heel plan voor. We hebben de sprinklers, we hebben de rookmelders, we hebben de brandblussers. Al die weten dingen, we weten wie we moeten bellen. We weten wie we moeten bellen. Het nummer is bekend ja, er is vaak niets te voor als mijn scherm op rood gaat... met van je moet nu los geld betalen. Als ik mag concluderen, om er voor nu even een punt achter te zetten... dat Disaster Recovery Plan gaan we dus de volgende aflevering veel uitgebreider op in. Um, of je nu een eenpitter of een enterprise bent... iedereen kan het slachtoffer worden van een cyberaanval. Dus zorg ervoor dat je voorbereid bent. Om ja. het het liefst te voorkomen... Mocht het gebeuren dat je weet wat je moet doen, zeker. Ik denk daarbij een mooie toevoeging is: inderdaad, als je de Microsoft Cloud omgeving gebruikt, dan is jezelf ook afvragen wat is mijn secure score? En, en wat is de gemiddelde secure score, denk je, van een, van een MKB-organisatie? Nou, ik denk dat dat gemiddeld zo tussen de ja, 20-30% zal liggen, want een aantal dingen worden standaard ook wel uh, aangezet, hè? bijvoorbeeld in niet. Uh, Tijd die we recent hebben aangezet in de cloud is gewoon dat we echt hebben gezegd: van ja, MFA moet gewoon aan voor bijvoorbeeld deze cloud-omgeving, dus dat is op een gegeven moment gewoon gezegd: van ja, dan weegt het belang van de beveiliging groter dan het gebruiksgemak van de gebruikers, dus dan hebben we dat op een gegeven moment gewoon nu aangezet. Dus mensen krijgen nu de melding van hey, je moet nu de authenticator instellen, je telefoonnummer instellen, dat soort dingen en dat is gewoon. Uh, is gewoon doorgevoerd. Want ja, dan geldt het belang voor de klant, denk ik, meer dan het mm. gebruiksgemak. Uh, dus dat soort dingen doen we wel. Dus, maar uiteindelijk, ja, kijk naar de secure score. Want als je er niet naar kijkt, dan mis je sowieso een hoop. Wat nee. wij uh, veel zien is inderdaad dat helaas nog steeds niet iedereen multifactor authentication aan hebben staan. Maar ook de devices zelf. Wie heeft er nou toegang met welk device tot je data? Hoe is dat device beveiligd? En naast de Bedrijfslaptops hebben vaak ook privé-laptops uh, of of-devices-toegang ja. tot de omgeving. Maar daar kan je ook allerlei maatregelen opnemen om te zeggen, jouw bedrijfslet moet uh, firewall hebben, moet up-to-date zijn, antivirus, nou, noem, encryptie, noem het maar op. En hoe ga je dan om met je privé-laptop? Want nou, daar heb je allemaal, mobile application management bijvoorbeeld, heb je allemaal technische termen, je hebt allemaal hele mooie oplossingen daarvoor. Maar zoals Tony zei, het moet wel aangezet worden. Ja, en ja. uiteraard ook is daar weer een verandering bij, bij de organisatie. Want als jij altijd gewend bent om met je privé-laptopje werk, te werken en alles kon en mocht, dan zal daar toch een een en ander op, op, uh, mogelijk op aangepast uh, kunnen worden. Een verandering in werkwijze. Ja, dat is ook die bewustwording waar we het in de vorige aflevering met Dion over hadden. Ja. 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 Nou. Uh, jullie, jullie begonnen te zeggen van gooi er een kwartje in en we praten gerust een hele dag vol. Ik uh, heb ervaren dat dat ook echt zo is. Uh, ook al kunnen we er nog veel meer over vertellen, we zetten er voor nu een punt achter. Ontzettend bedankt. Uh, leuk dat jij aanschuift vanuit Microsoft. En uh, nou ja, wie weet tot in de toekomst Zeker. als er weer nieuwe ontwikkelingen zijn. Uh, bedankt, Roo, jij ook weer bedankt. Graag gedaan. En, uh, nou ja, voor de luisteraars en ook de kijkers. Graag tot de volgende. Tot de volgende. Ben jij getriggerd door het verhaal van Tony en Roy en wil je eenvoudig op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg Hallo dan via de diverse social kanalen en via de Hallo website. En blijf deze podcast vooral ook lekker luisteren. Abonneer je via je favoriete podcast app of volg ons op YouTube. Zo mis je geen aflevering.